Nieuwe deelnemer 6 augustus aan de AO Alphenrijn-Bokaal is de Sportclub Erika. Ja, Jan Juring, al jaren assistenttrainer bij Sportclub Erika. Een club die bij jou in het hart zit? Nou, inmiddels wel. Groot geworden bij Angelslo, maar inmiddels 10 jaar mijn 11e seizoen nu bij Sportclub Erika. Dus ja, Erika is wel mijn clubje geworden. Ja, daarvoor ook een aantal jaar bij Roswinkel als trainer. Het laatste jaar als assistent bij Erika. Wat spreekt jou aan in die club? Ja, de hele cultuur binnen de club. Je ziet het altijd, ook als we hier komen bij Hogeveen. Altijd heel veel supporters nemen mee. Na afloop in de kantine bij Erika. De club ademt voetbal. En ja, wat dat betreft vergelijkbaar met Hogeveen, denk ik. Ja, wat dat betreft ook kijkend naar de prestaties van de laatste jaren. Is natuurlijk ook ontzettend knap wat daar is neergezet. Hè? Echt een stabiele eerste klasser. Met zelfs nu dan Ruik aan de hoofdklas. Ja, in die 10 jaar dat ik hier ben, hebben we 4 keer op de drempel gestaan van de hoofdklasse. Dat zegt wel iets over Erika. En hoofdzakelijk met eigen mensen. En we hopen ook dit seizoen weer mee te kunnen doen. Het liefst linker rijtje eerste klasse. Ja, wat ook opvalt is natuurlijk, wat vaak gezegd wordt, een goede lichting. Maar ja, ik denk dat je niet daar alleen op kunt afschuiven. Want ja, een goede lichting, dat houdt een keer op. Dan hou je niet zo lang vol. Kijk bijvoorbeeld naar een Hodo op een gegeven moment. Hè, die had ook een goede lichting. Zakt uiteindelijk wel weer terug. Maar jullie slagen er elk jaar weer in om toch in de middenmoot te eindigen. Ja, dat denk ik ook. We hebben een goede lichting gehad. Afgelopen seizoen Peter Oosten dan als laatste van de gouden lichting gestopt. Kelvin Jager natuurlijk een aderlating dat die weggegaan is. Maar uit de jeugd komen er elke keer weer spelers aan. En ook dit seizoen zullen we een aantal jeugdspelers in de selectie inpassen. En waarmee we denk ik gewoon weer in de middenmoot van de eerste klasse kunnen spelen. En natuurlijk een nieuwe trainer weer, Klaus Boekweg. Ja, nou goed. Nu een paar keer met Klaus samen getraind. En ook prima om daarmee te trainen. Klaus is niet nieuw voor de club. Hij heeft een jaar eerder geweest. Toen de stap logischerwijs gemaakt naar PEC Zwolle om assistent te worden. Maar Klaus en ik hebben er heel veel zin in om dit seizoen er weer wat moois van te maken. Wat dat betreft heb je ook wel een mooie rijtje hoofdtrainers naast je gehad. Aartie van der Veen vorig jaar natuurlijk. André Mulder. Ja, zijn allemaal goede trainers met een goede naam. Ja, absoluut. En goed, dat tekent ook de club Erika. Dat er eigenlijk altijd ook trainers van naam en ook met goede trainers gestaan hebben de afgelopen jaren. En nu met Klaus zeker weer. Je hebt zelf je oefenmeester 2 ook gehaald. Ambities? Nou, voorlopig bevalt me prima zoals assistent. Ook een goede samenwerking met en vorig jaar met Arthur en nu met Klaus. We overleggen veel en je ziet, ik vind het prima zo in deze rol. Ik hoef nog niet zo nodig weer hoofdtrainer te worden. Goed, je hebt de papieren denk ik niet van niks gehaald, denk ik dan. Nee, dat klopt. Dat was ook een beetje op verzoek van Erika om toch te kijken om daar wat meer mee te doen. Roerige tijden gehad, privé waar ik wat minder tijd had. Maar dat blijft wel komen nu om ook binnen de club wat meer te gaan doen. Ja. Nou, startvoorbereiding, dan toewerken naar zo'n competitie natuurlijk. Wat weer een prachtige competitie is natuurlijk. Met weer heel veel regionale wedstrijden. Dat maakt het ook zo mooi, hè? Die eerste klasse Noord zondag. Ja, absoluut. We hebben het vorig seizoen gezien. Heerenveen kampioen, maar eigenlijk zat er niemand te wachten om echt kampioen te worden. Moet je naar de hoofdklasse? We hebben het gezien de indeling, hoe ver die mannen moeten rijden. Dus we willen gewoon in de eerste klasse, leuke derbies, Hogeveen, Emmen. Ja, daar doen we het voor. Ja. En wat natuurlijk ook speelt, jullie waren de ploeg van net niet. Dit jaar was het, vorig seizoen was het natuurlijk ook de ploeg van net wel met promovering. Dat was ook iets waar jullie lang tegenaan hebben gekeken. Ja, absoluut. Daar hebben we als club heel lang tegenaan gekeken. En de promovering was echt een bevrijding voor de club. Je hebt gezien hoe het leeft binnen de club. En natuurlijk hadden we ook graag op het veld een succesje behaald de afgelopen jaren. Maar promovering was echt iets wat als club ook verdiend hebben, denk ik. Ja. Nou goed, voorbereiding nu. Albert Heijn, Alphenrijn-Bokaal. Fijn dat jullie natuurlijk deelnemen aan het toernooi van ons. Eerste wedstrijd is dan tegen Tiendeveen. Op zich een mooie opbouw ook in het toernooi, denk ik. Rustig beginnen. Zeker in verband met de bouwvak ook. Ja, absoluut. Maar goed, laten we niet te vroeg juichen. We moeten rustig aan beginnen. En Tiendeveen spreekt misschien iets minder aan. Maar het is wel gewoon een wedstrijd die ook voor Tiendeveen en voor ons gebruikt wordt als oefenwedstrijd. En natuurlijk, je bent in je stand verplicht om te winnen. Maar goed, het moet wel even gebeuren natuurlijk.